Terwijl wereldwijd alle ogen gericht zijn op een mogelijk faillissement van China... en een naderende huizencrisis die de gehele wereld zou kunnen raken... is het ook goed om ons kleine kikkerlandje in de gaten te houden en niet uit het oog te verliezen. Het CBS publiceerde deze week een positief cijfer over de economische groei. De economie van Nederland groeide namelijk in het tweede kwartaal van dit jaar maar liefst 2,6 procent. En dat ziet er behoorlijk rooskleurig uit... Maar enkel en alleen op basis van de economische groei kunnen we natuurlijk geen heldere conclusie trekken. Kijkend naar verschillende datasets, staat het er namelijk helemaal niet zo rooskleurig voor. als dat dit cijfer doet vermoeden. Vandaag leg ik je precies uit hoe deze vork in de steel zit. Welkom bij deze aflevering van Madelon Praat. We beginnen allereerst met het volgende nieuws: en dat is het feit dat Madelon navigeert. Tot de beste 25 YouTube-series van Nederland behoort. Naast Enzo Knol en Stuk TV nemen wij als economische videoserie een plekje in in die top 25. En sterker nog, het zou nog best eens kunnen zijn dat we een grote kans maken om die televisierster in de categorie online videoserie te kunnen bemachtigen. Dit is überhaupt al een bizarre eer dat wij als economische serie hier tussen zitten, tussen deze lijst. Dat is bizar. Maar we kunnen kans maken op de televisierster en daar kan jij ons bij helpen. Dat kun je doen door hieronder naar de link te gaan of hierboven naar het i'tje. En daar kun je op de vijfde pagina je stem uitbrengen in de categorie online video serie. Het zou ongelooflijk tof zijn als we überhaupt bij de top 3 terechtkomen. En misschien wel de ster mee naar huis mogen nemen. Hoe gaaf is het dat een economische serie hier überhaupt voor in aanmerking komt? En als we richting die top 3 gaan, is dat al heel erg gaaf. Goed, dank voor je stem. We gaan nu snel door naar het nieuws van deze week. Want. Wat we in de koppen voorbij zagen komen afgelopen woensdag was de economische groei. De economie groeit sterk, ondanks de inflatie en de energiecrisis. De Nederlandse economie was in het tweede kwartaal verrassend sterk, zo stelde het CBS, het Centraal Bureau voor Statistiek. En die heeft berekend dat de economische groei op 2,6% uitkwam ten opzichte van... Het eerste kwartaal van dit jaar. En belangrijk in deze is dat je begrijpt dat deze economische groei. gaat over de periode van april tot en met juni. Dus drie maanden. Maar dan spreken we dus wel over iets wat al bijna twee maanden geleden is. tot iets wat vijf maanden geleden was. Hè? April tot en met juni. We zijn nu bijna augustus voorbij, twee maanden terug. Hoe de economie er toen voor stond. Dus kijkend naar toen, hebben we 2,6% groei ten opzichte van het eerste kwartaal, januari tot en met maart. Als we kijken naar datzelfde kwartaal een jaar geleden, dan hebben we het over een groei van 5,3%. En dat is op zich wel logisch, want vorig jaar hadden we natuurlijk best wel een wankelpunt hè, met de lockdowns die net voorbij waren. En de vraag is dan in deze. Wat kunnen we met het feit dat de economie zo hard gegroeid is? Wat zegt dat dan nu over de huidige stand van de economie? Want dit is een behoorlijk positief cijfer. Nou, daarvoor gaan we even kijken hoe dat cijfer nou opgebouwd is. Supermarkten verkochten minder, maar kregen wel meer geld in het laadje. Supermarkten, slagerijen, kaaswinkels verkochten in de periode van april tot en met juni. Minder dan dezelfde maanden vorig jaar. Dus dan hebben we het over, hè, als we die economische groei zouden bekijken, die 5,3 procent. De supermarkten zeggen we hebben minder producten verkocht, maar we hebben wel meer omzet gemaakt. En dat komt door de hogere prijzen. En dan gaat bij mij gelijk een belletje af. Oké, okay, er is wel meer omzet gemaakt, maar die prijsstijgingen komen ergens vandaan, want die producten zijn duurder geworden. Dat betekent dus niet per definitie. Dat de ondernemer, de onderneming, het bedrijf meer geld verdiend heeft. Er is dus meer omzet gedraaid. Dat is zeer interessant. Maar dan kijken we ook even gelijk naar welke partijen hebben nou wel en welke partijen hebben nou niet meer omzet behaald. De voedsector uh, had een omzet van 3%. Die lag hoger dan dus een jaar eerder. Hoewel mensen 5% minder kochten. Dus ze kochten. 5% minder producten, maar betaalden wel 3% meer. De non-food sector zette 6% meer om dan in het tweede kwartaal van 2021. Dus 6% meer. Dat is toch behoorlijk positief cijfer. Vooral kledingwinkels, schoenenwinkels en dergelijke die boekten meer omzet. Meubelzaken, doe-het-zelfzaken, elektronica winkels die deden het juist Minder goed dan vorig jaar. En als we dan kijken naar hè, waar komt dit nou door? Wat is de reden? Er wordt gesteld door het CBS dat er door mensen veel online gekocht werd afgelopen jaar in 2021. We zaten nog half in de lockdown, half niet. Dus mensen wilden misschien liever niet naar de winkel. En daar zagen we een daling van de omzet van 10%. Maar dat betekent wel dat we ergens nog 4% missen. Want er is 6% meer uitgegeven in het tweede kwartaal aan non-food. Maar die 10% die minder gekocht is, die zien we dus nog niet echt ergens, uh, ergens terug. We missen dan die 4%. Wat we dus zien is dat mensen 5% minder producten kochten, maar wel 3% meer omzet in het laadje brachten. Dus niet per definitie meer geld in het laadje van de ondernemer. Dat is heel belangrijk om dat te begrijpen. En belangrijk in deze is dat die economische groei dus terugkijkt naar hoe het 5 tot 2 maanden geleden eraan toe ging. En wat we in deze zien is dat. ZZP'ers, werknemers, ondernemers, vaak toch wel iets van een buffertje hebben. Je kijkt naar jezelf, je hebt hoogstwaarschijnlijk wat op de spaarrekening staan, misschien wat in beleggingen. En op het moment dat je merkt dat de prijzen beginnen te stijgen, dit was precies wat onze, onze econoom van uh, een van de uh, Nederlandse grote banken in. Um, Buitenhoeve ondanks zij, zei zij zei: Mensen hebben een buffer en die kunnen dat inzetten om de klap van inflatie op te vangen. En toen was Eden nog zo boos, want die zei: Daar is een buffer niet voor. Een buffer is voor een wasmachine die stuk gaat of een lekke band. Maar je hebt dus een buffer. Dus als die prijzen beginnen te stijgen, dan kun je dat een bepaalde periode volhouden tot je dat niet meer volhoudt. Ja, en dan komen we bij dit nieuws van het Centraal Planbureau. Zij stelden de koopkracht. Gaat hard onderuit. En de armoede neemt voorst toe in Nederland. En dit is uiterst interessant. Want het is goed om te begrijpen wat het verschil is tussen koopkracht en inflatie. We hebben natuurlijk te maken met inflatie op het moment dat het algemeen prijsspel begint te stijgen. Dan neemt inflatie toe. En als het algemeen prijsspel daalt, hebben we te maken met deflatie. Koopkracht is. Wat je met je geld kan kopen. Maar daarmee wordt er dus ook gekeken naar: zijn de lonen gestegen? Zijn de belastingen omlaag gegaan? Zijn de toeslagen omhoog gegaan? Dus dat is meer jouw besteedbaar inkomen. En op basis van die koopkracht wordt er gekeken: oké, okay, als wij nu vooruitkijken, zien we dat de koopkracht fors afneemt. Het Centraal Planbureau die zegt dat huishoudens dit jaar 6,8% van hun koopkracht zien verwateren. En volgend jaar is dit slechts 0,6% te herstellen. Dus dan hebben we het nog steeds over een behoorlijke klap in de uitgavenpatronen van de Nederlandse burger. En het Centraal Planbureau die was niet eerder sinds de jaren 90 zo ontzettend somber over de koopkracht van de Nederlandse burger. En op basis van die koopkrachtcijfers wordt er vanuit de overheid besluit genomen. Dus wordt er een pakket in het leven geroepen. om ervoor te zorgen dat die koopkracht weer enigszins gerepareerd wordt. En waar ze bijvoorbeeld in Spanje voor gekozen hebben. is om bij de benzinepompen, bij het tanken. de burger 30 cent per liter te sponsoren. Dus die energieprijzen, die gas, et cetera, et cetera, uh, prijzen zijn enorm toegenomen. en de staat zegt op. Benzine gaan wij de bol sponsoren. En dat in de hoop dat daardoor nog steeds mensen blijven rijden van A naar B. En dat er dus nog steeds omzet gemaakt wordt. En dat de economie nog blijft draaien, blijft groeien. Dus daar hebben zij voor gekozen. En nu is de vraag: hoe gaat het Nederlandse kabinet hiermee om? Er zijn meerdere manieren hoe men kan reageren op de klappen die nu vallen. Er wordt vanuit meerdere partijen in het kabinet namelijk geopperd dat het bedrijfsleven loonsverhogingen moet doorvoeren. Daar kom ik zo nog eventjes op terug. Daarnaast wordt er ook geroepen dat het hartstikke lastig is om dit jaar nog een extra beleid op te tuigen. Minister van Financiën mevrouw Kaag zei dat onlangs toch noemden ze als optie gerichte maatregelen, waarvan alleen groepen profiteren die de extra steun het hardste nodig hebben. En dit is in lijn met hetgeen wat de Nederlandse Bank zei. Want de Nederlandse bank die waarschuwde afgelopen week voor grootschalige steun. Alleen mensen die echt in de problemen zouden komen, moeten geholpen worden. Want anders zou het kabinet alleen maar al die op het inflatievuur gooien. En dit is eigenlijk een beetje een samenvatting van het wandel praat van... nou Pak hem mee uh, februari, maart, april. Ik denk dat als je daar een aantal afleveringen van eventjes op de repeat zet en even terugkijkt, dan denk je zo... Dit is precies wat we nu zien. Het feit dat er dus een prijsspiraal ontstaat op het moment dat we met z'n allen meer geld uitgeven. Als men iedereen compenseert, het staat er ook in dit stuk, als men iedereen compenseert, dan gaan we met z'n allen meer geld uitgeven, waardoor de prijzen alleen maar verder stijgen. En hetzelfde geldt voor die loonsverhogingen. Er wordt dus nu geopperd door het kabinet om. De lonen te verhogen. Het kabinet wil dat werknemers lonen verhogen om de koopkracht te repareren. En dan kan ik mij enorm achter mijn oren krabben. Want oké, okay, als dit het plan is, dan kijk je dus niet alleen naar de mensen die het nu al heel zwaar hebben. Dan kijk je dus naar een totale doelgroep. Dan worden er dus op bepaalde plekken lonen fors verhoogd. En dan vraag je je ook af, als we kijken naar de ondernemers, zei het net al over de retail. Daar is dus niet per definitie meer winst gedraaid, en en alleen meer omzet gedraaid. Maar de productiekosten, de kosten voor grondstoffen, de kosten voor personeel, de bereikbaarheid van personeel, die nemen wel fors toe. Dus de ondernemers hebben het eigenlijk veel zwaarder dan wat men nu op dit moment ziet. En dat is ook de reden waarom ik zei: de economische groei is een momentopname van tussen de vijf en de twee maanden geleden. Als je je verrekijker opzet en vooruitkijkt, dan zie je de problemen die ontstaan. Net als dat wij in februari zagen dat als je de lonen gaat verhogen, dat dat zorgt voor het feit dat we die opwaartse prijsspiraal krijgen. Het zijn uitzonderlijke tijden die vragen om uitzonderlijke maatregelen, zei minister van Germ van Sociale Zaken na het gesprek met haar collega's van Financiën en Economische Zaken. We kunnen dit met elkaar oplossen, dus ook met werk. Gevers. Er is ruimte om de salarissen te verhogen. Maar als je dan dus luistert naar wat de Nederlandse Bank onlangs aangaf, die zei: Dit is niet de bedoeling. We moeten niet met z'n allen zorgen dat we die betaalbaarheid, die beschikbaarheid van geld, dat we dat behouden. Dus we moeten door een hele zure appel heen. Want anders blijft dat prijsspel blijft maar stijgen. Dus er gaat hier eventjes iets mis. Zorgelijke cijfers wordt er gesteld. Bij nu.nl. Hoge inflatie, armoede neemt toe en de economische groei remt af. Het belangrijkste in deze zijn de termen hoge inflatie en economische groei remt af. Want wat is stagflatie? Stagflatie is een vorm van hoge inflatie en een economische groei die afneemt. En als je die twee samenvoegt, valt daar geen monetair beleid op los te laten. De nieuwste cijfers van het Centraal Planbureau over de economie geven een somber beeld. De koopkracht krijgt een enorme tik. De economische groei remt af. En steeds meer mensen krijgen te maken met armoede. De Nederlandse economie is sterk uit de lockdown gekomen. Maar het beeld is nu aan het kantelen, schrijft het CBP. Dus. Dat is ook weer die verrekijker die je opzet: weer vooruitkijken. En dus niet terugkijken naar de economische groei van het tweede kwartaal. We zitten nu bijna in het laatste periode van het derde kwartaal. Dus dat is hetgeen waar we nu op moeten focussen. En als we het dan hebben over stagflatie, dan is het super lastig om daar weer uit te komen. En de Nederlandse bank, die weet dat als geen ander. En die wil niet dat we nu met z'n allen ervoor zorgen dat die inflatie vast komt zitten in de economie. Want dan betekent dat de lonen omhoog moeten, dat de prijzen weer gaan stijgen, dat de lonen weer mee moeten stijgen, dat de prijzen weer... En die klap, die wordt dan alleen maar... Harder. Het is een zeer interessant scenario wat er nu plaatsvindt. En op een hele andere manier dan dat we in de jaren 70 gezien hebben, maar wel op een vergelijkbare manier. Ja, we hadden het net over het beleid vanuit de Nederlandse staat. En er moet dus een pakket opgetuigd worden om ervoor te zorgen dat niet straks die 1,3 miljoen Nederlanders, dus bijna 10% van de Nederlanders in de problemen komt, financieel geraakt wordt. En er zijn nu al behoorlijk wat mensen die hier last van ervaren. Ik zag afgelopen week een uh, jonge vrouw, een alleenstaande vrouw, moeder van kinderen bij de NPO... vertellen dat zij 28 uur werkte in de week en dat zij maandelijks tekort had, geld tekort had. En toen vroeg George Kelder aan haar van nou, waarom ga je dan niet meer werken, daar is toch ruimte voor. En zij zei letterlijk als ik dat doe dan kom ik in de knoop met mijn toeslagen... Zij heeft ervoor gekozen om haar werk te behouden. Want zij zei: als ik stop met werken, dan krijg ik nog meer dan als ik doorga met werken. Maar mijn werk is hetgeen waar ik mijn voldoening uit haal. En ik kies voor mijn geluk. Maar dat kun je doen totdat je financieel in de knoop komt. Dat het beleid op deze manier is, is natuurlijk heel erg vreemd. En de overheid die is nu aan het zoeken. Het kabinet is nu aan het zoeken naar manieren om die koopkracht op peil te houden. Eén daarvan is dus de lonen repareren. Maar aan de andere kant kun je ook kijken naar hoe kun je die prijzen vastzetten. Hier hebben we het een keer eerder over gehad. Het is totaal niet wenselijk. Dan zeg je dus. Dat is ook wat Biden bijvoorbeeld gezegd heeft in Amerika. Nou, die uh, benzinepompen, die moeten gewoon die prijzen. Op dat niveau houden. En uh, jammer dan als het duurder wordt. Je houdt je prijs op maximaal dit. That's it. Maar ja, dat kun je natuurlijk niet verwachten van supermarkten. Als een supermarkt producten inkoopt. Dan is dat tegen een bepaalde prijs. En die marges die zijn flinterdun. Je weet nog dat Han de Jong hier vorige week ook het een en ander over zei. De uitzending twee weken geleden bij BNR. Die marges zijn flinter, flinterdun. Dus als zij bananen of eieren inkopen... En die vervolgens tegen verlies moeten doorverkopen, dan loopt dat op een gegeven moment spaak. Dan krijg je problemen. En nu was daar de kartelwakon, de autoriteit consumentenmarkt, en zij stellen over, open te staan voor overleg, maar wel mits de supermarkten samen de prijzen willen bevriezen om de koopkracht van consumenten op peil te houden. Maar de super zelf die zien hier weinig in. En het belangrijke in deze is dat uit de sector het geluid klinkt dat er al genoeg gebeurt vanuit hun kant en dat de overheid ook zelf al wat kan bijspringen, bijvoorbeeld de BTW afschaffen. En dit zijn natuurlijk twee uitersten: een supermarkt vragen om de, brand, om de prijzen vast te leggen, dus producten met verlies te verkopen, of de overheid zeggen: nou die BTW, weg ermee. Um, en het resulteert in het feit dat er minder inkomsten zijn voor de Nederlandse staat, dus een begrotingstekort, een hogere staatsschuld en Hogere rente op die staatsschuld. Dus dat maakt de positie van Nederland als zijnde land een stuk minder stabiel. Laten we het daarop houden. Dus de staat zal kosten wat het kost. De boel eerst bij de ondernemers proberen neer te leggen. Hè? Ja, en toen was daar supermarktketen Dirk van den Broek. En zij stellen, we zetten onze prijzen voor basisproducten in de ijskast. In ieder geval tot het einde van het jaar. Nog vier maanden dus. Het is een waagstuk, zeggen zij, want de kosten blijven wel stijgen. Dus uh, zij nemen die kosten voor hun rekening. En dit is natuurlijk een prachtig marketingmiddel. Als het om uh, marketing gaat, dan doet Dirk van den Broek het goed. Ze staan er altijd als de eerste, als eerste um, ja, op, de, op de rij. Uh, en dit heeft natuurlijk alles te maken met uh, een voorsprong ten opzichte van de andere supers. Want nu denkt de consument: ik ga naar Dirk van den Broek, want daar blijven de prijzen wel laag. Maar dat kunnen ze. Maar tot een bepaalde periode volhouden. Want op een gegeven moment lopen je kosten zo erg op als jij producten met verlies moet verkopen. En zoals ik het net al zei, die marges zijn flinterdun. Ja, en om het eventjes wat luchtiger te maken, Bert Slachter die, uh, zag het volgende gebeuren op Twitter. Flipsen, die voeren aan de ING. In 2019 kostte een betaalpakket nog 23,40 euro per jaar. Nu is dat zo'n 60 euro. Waarom is dat? En ING die reageert, helaas wordt alles duurder. Zo kan ik in 2019 nog een volle boodschappenkar voor 50 euro kopen. En nu kan ik voor 50 euro niet eens een tas vullen. Goedjes, Margreet. En Bert Slachter zegt: Kijk even, dit is het antwoord op de vraag over een betaalpakket. die in drie jaar tijd 150% duurder geworden is. Er zijn dus ook partijen die hier. Van profiteren, die dus geen gronde reden hebben om prijzen te laten stijgen. Dat een supermarktketen de prijzen moet laten stijgen. Dat een benzine, uh, uh, benzinepomp de prijzen moet laten stijgen. of dat een retailer hoge prijzen moet rekenen. Dat is allemaal te verhalen. Maar bij die banken is dat zo gek nog niet. Daar is een vele mindere mate van inflationaire kracht uh, gaande. Die banken hebben natuurlijk te maken met allerlei andere facetten, maar de reactie hierop is wel uiterst interessant. We gaan even terug naar het inflatieverhaal. Want zitten we nou aan het einde van die inflatie? Stopt het nou een keer? Dan kunnen we ook wat zeggen over de koopkracht. Dan kunnen we ook wat zeggen over hè, de economische groei voor de komende periode. Maar allereerst moeten we dan terug naar de basis en dan gaan we terug naar de producentenprijsindex, de PPI. Want dat zijn de kosten die producenten maken voor het produceren van goederen. En als die kosten stijgen, dan zijn we nog niet aan het einde van die CPI terechtgekomen. Dus die Consumentenprijsindex. Die PPI is een voorloper van de CPI. En als we kijken naar Amerika, dan zien we die PPI iets dalen. En er werd gelijk gesteld: "Oh, dat heeft te maken met het monetair beleid." Ik zei al: "We hebben te maken met een vertraagd transmissiemechanisme vorige week. Het kan niet zo zijn dat we nu al zien dat die rente omhoog gegaan is en dat daarom de boel daalt." We zien in Duitsland dat die peak inflation waar men het over had helemaal niet zichtbaar is. The German producer price accelerated to 37.2% in juli, a fresh Records an all-time high in the producentenprijs index. Meaning consumer prices will have not seen their peak yet. Perhaps Germany will also experience double-digit inflation rate, like the UK. Dus de Duitse producentenprijzen hebben nog niet hun piek gezien. En waarschijnlijk zal Duitsland dus ook de dubbele digits aantikken, zoals we in het Verenigd Koninkrijk hebben gezien. Dus een inflatie van boven de 10%. En ook als we kijken naar de energiecrisis die is ontstaan, zien we dat Germany en Frankrijk, dus Duitsland en Frankrijk, steeds hogere prijzen zien. Kijk deze enorme stijging even. Zowel in Duitsland als we het hebben over de power, dus de energieprijzen. Als in Frankrijk zien we een voorstijging. In Nederland ook nog steeds. En de vraag is natuurlijk nu ook: we zitten met vraag en aanbod, het spel van vraag en aanbod. En nu is er helemaal niet heel veel energie nodig. In de winter is er veel meer gas nodig. Is er veel meer elektra nodig? Doe je eerder de uh, lampen aan, cetera et cetera. Dus dan is het logisch dat er meer vraag is dan in de zomer. We gaan zien wat dit gaat brengen voor de winterperiode. Maar in mijn optiek voorspelt dit niet veel goeds. Ja, en dan hadden we natuurlijk nog dit bericht van Nino. Want het feit dat de prijzen stijgen heeft zijn impact op de burgers. Hier zien we een tweet over de stijging van de energiekosten van 70 naar 650. En dan denk je nou, dit is belachelijk, dat kan niet. Er zijn meer mensen die hiermee te maken hebben. Hier zegt iemand: bij mijn oma thuis is het 200 euro. En inmiddels is dat gestegen naar 207, maar sinds eergisteren naar 1064 per maand. Geen idee hoe. Geen verwarming aangehad. We kunnen nu niet eens haar meer thuis douchen. En Annelies, die zegt: wij zijn van 180 naar 400 gegaan in de maand. En dat is Enorm en enorme stijging. Die van Nino is natuurlijk al helemaal bizar. Maar je zal dit zelf waarschijnlijk ook hebben. Laat me ook even weten waar jij tegenaan loopt. Ik lees de afgelopen weken veel mee. Ik vind het zeer interessant wat er uh, allemaal in de comments wordt gezegd. Dus laat me hieronder uh, even weten waar jij mee te maken hebt. Welke prijsstijgingen jij het ergst merkt. En uh, hoe je het uh, weet te bol werken. Of waar je mogelijk zelfs kansen ziet. Want zoals ik vorige week ook al zei, dit is geen verhaal. Ik ben hier niet om je bang te maken. Ik ben hier om je te laten realiseren wat er gebeurt. En op basis daarvan kun je wel overwogen beslissingen maken over het vastzetten van je energiecontract, het verkopen van je huis, het vastzetten van de rente, het aangaan van een betaalrekening, een lening, het omscholen, het zorgen ervoor dat je flexibel bent, dat je een eigen onderneming opzet naast je baan. Van alles en nog wat. Dat je daar in ieder geval over nadenkt. Gepeinigd door de gasprijs. Schroeven bedrijven zelfs hun productie terug. Er zijn nu bedrijven die zoveel last hebben van het feit dat de gasprijs zo stijgt dat zij ervoor kiezen om minder te gaan produceren. Dus dat betekent in die end minder vraag naar personeel en dus een hogere werkloosheid. We zitten nu nog op een zeer krappe arbeidsmarkt. Dus dit gaat. Een hele lange periode duren, een jaar, misschien wel twee jaar, voordat we daar wat van gaan zien. Dus er is nog alle tijd. Maar dit houdt wel in dat deze bedrijven hier last van ondervinden en dus in omzet en in winst omlaag zullen gaan. Vanwege de stijgende energieprijzen en onzekerheid over de toekomst zitten ondernemers hun bedrijven en ideeën deels stil. Van de steenfabriek tot telers, er wordt gesneden in de productie, blijkt uit een rondgang van het FD. Gas is ruim 15 keer duurder dan twee jaar geleden. Bedrijven kunnen niet alles doorberekenen aan de consument. De consumenten betalen nog veel meer. Waar bedrijven 15 keer meer betalen dan. Een periode geleden zien we dat consumenten 25 keer meer gebruiken, meer betalen dan de grootgebruikers van energie. Dus hier zien we de consument die betaalt 80 cent, het MKB betaalt 45, de kleine industrie betaalt misschien 20, en de grote industrie betaalt 18 procent ongeveer. Dus je ziet dat de consument veel meer betaalt en daar ook nog een groot deel PTW van moet afdragen. Dus in de kern weten we waar het probleem ligt, die enorm toenemende inflatie. Maar als we teruggaan naar de basis, kunnen daar qua beleid ook echt nog wel wat dingen veranderen die niet per definitie een nadelig effect hoeven te hebben op de economie of op de consument. In order to bolster growth, the Fed will at some point accept to live with inflation. Yes, the Fed inflation targets will be raised to 3%. This is when everything goes limits up. At some point, Fed will consider it has no control over the supply. That's when we will start getting leaks of raising. The inflation target is what Zero Hedge op 21 juni zei. And here was het moment, 19 Augustus. The market reageerde hier bijzonder op. Er zijn dus FED-officials geweest die hebben gezegd... Hmm, dat target omtrent inflatie, dat gaan we verhogen. Die, uh, dat target dat wordt nu 3% per jaar in plaats van 2% per jaar. En we mochten er al ruim boven zitten en er al ruim onder zitten. Dus daar waar de, 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 de Federal Reserve niet kan voldoen... haar target niet kan behalen, besluit zij... als wij het target niet kunnen behalen, dan moet het target maar gewoon wat omhoog. En dit is uiterst bijzonder... We moeten dus gaan leven met inflatie. En daar kom je weer terug op het stagflatieverhaal. Die afnemende economische groei, tegelijkertijd die oplopende inflatie en de vraag of de overheid hierop in kan spelen. Ja, en ik heb hier op mijn bureau meerdere economische financiële boeken liggen. En een daarvan is deze: het boek When Money Dies. En er zijn heel veel kenmerken die we nu zien die overeenkomen met de periode waarover Adam Ferguson het boek schreef: The nightmare of the Weimar hyperinflation. En dit was natuurlijk. Hyperinflatie die men niet meer onder controle kon houden. Maar we zien wel veel kenmerken. En als we het hebben over dat stagflatieverhaal, dan moet die rente mee omhoog gaan. En voorlopig lijkt het er ook nog niet op dat de FED bereid is om de rente weer te gaan verlagen. Ondanks dat we natuurlijk weten dat het erop lijkt. Dat in Amerika er een piek is in inflatie maar ik zei al eerder ik kan me niet indenken dat dat te maken heeft gehad met het monetair beleid doordat we dat vertraagde transmissiemechanisme hebben wat goed is om te weten is dat de vet aankomende week weer opnieuw samenkomt dus opnieuw gaat uh, gaat overleggen over wat nu de plannen gaan zijn het is de eerste vergadering weer naar de zomer en ik ben benieuwd waar we dan op uitkomen maar het feit dat als jij een bepaald target niet kan halen en dan maar je target omhoog stelt is uiterst vreemd als het gaat over monetaire theorie. En laatst las ik het volgende. Als economen natuurkundigen zouden zijn, dan zouden economen een deel daarvan zouden stellen dat de aarde plat is. En het andere deel zou stellen dat de aarde vierkant is. Economie is dan ook geen exacte wetenschap. En deze modellen waar de Federal Reserve en alle andere centrale banken mee werken, die zijn gestoeld op. Hele lastige uh, data. Op data. Op basis waarvan je heel veel moet doen. Eigenlijk wat wij in deze video's ook doen. Ik ben bezig met het nieuwe leerprogramma. Een onderdeel daarvan is monetaire economie. Er zit een stukje macro-economie in. Er zit een stuk wealth management in. Er zit een stuk asset allocation in. Dus er zijn uh, onderdelen die je moet kennen. En ik vind echt dat dit. Uh, de top van de top van de top is, als ik heel eerlijk ben, en dat durf ik eigenlijk niet echt over mezelf te zeggen, maar dit, de informatie die hierin zit, is, is bizar, is high-end. Um, en er zit dus ook een stuk in over hoe de totstandkoming is van verschillende van deze modellen. En dat is uiterst interessant, want je begrijpt dan pas hoe lastig het sturen is voor deze economen. In ieder geval gaan we dus zien dat er Aankomende week weer opnieuw gesproken wordt en dan zullen we zien wat de Federal Reserve besluit te doen. Ik zei al eerder pas vanaf september en daarna gaan we echt een spannende periode krijgen. Ja, we hebben nu Europa besproken, we hebben even kort gekeken naar Amerika en nu komt de Chinese economie aan bod, want die is volgens Graham Stephan experiencing a near complete collapse, een bijna overal Inklappen van de economie. En bijna een half miljoen mensen zijn hun deposits bij de bank, dus het geld wat ze bij de bank hebben staan, kwijt doordat de banken veel geld hebben uitgeleend aan developers van huizen. En ik zal je even kort uitleggen hoe dat zit, want alle ogen zijn momenteel gericht op China. In China zijn een aantal banken omgevallen, dat uh, gaf ik vorige week al aan. En zoals we vorig jaar al bespraken, zou Evergrande in 2022 een zeer belangrijk topic worden. Evergrande is een grote uh, vastgoedontwikkelaar en die kwam in de financiële problemen, kwam bijna op het puntje van default. En we zien nu dat er heel veel vastgoedontwikkelaars zijn die op het puntje van default staan. Dus dat ze faillissementen aan moeten vragen. En dan zijn het de banken die leningen uitgeven hebben aan deze partijen, die dan weer in de problemen komen. We hebben eigenlijk een beetje achtergrond nodig voordat we hier de diepte op ingaan. In China is het zo dat het hebben van een huis heel belangrijk is. Het heeft status, aanzien. Het zit in de cultuur, waar we in Europa verschillende percentages hebben. Laten we Amerika en Europa pakken, waarin mensen een huis bezitten binnen een. Een gebied, dan hebben we het over van 100 mensen hebben tussen de 60 en de 75 gemiddeld genomen procent hebben er een huis. Zowel in Amerika als in Europa. Maar in China is dat 90 En vastgoed maakt ook 30 uit van de Amerikaanse economie. Van, het, van de Chinese economie, moet ik zeggen. Van het bbp van China dus. En belangrijk in deze is dat die. Vastgoedmarkt nu aan het wankelen is. Dat begon met Evergrande vorig jaar en nu loopt dat door. Ik zei al eerder, we hebben Nancy Pelosi gezien, er was mogelijk kans op een oorlog. Het leek op een groot rookgordijn en dat was het ook. In China heeft men ervoor gekozen om op een bepaalde manier te werk te gaan. Je kan daar enorm veel geld lenen als consument. In uh, Nederland kun je ongeveer uh, 4,5 tot 5 keer op je inkomen lenen. Dus dan hebben we het over 50.000 euro, wat je misschien aan, uh, aan omzet hebt per jaar, aan inkomsten per jaar. En daar kun je dus 4,5 keer geld voor krijgen van de bank om te gebruiken voor een huis. Dan heb je het over 235. 250.000 euro. Maar als je dit in China doet, dan kun je tussen de 20 en 35 keer inkomen krijgen en in sommige gevallen zelfs wel 50 keer je inkomen. Dus dan hebben we het over tussen de 1,75 en de bijna 2,5 2,75 miljoen wat je dus kan lenen op een inkomen van 50.000. En dat betekent dat die markt voor hè, investeerders, vastgoedontwikkelaars heel erg interessant is. En wat deden die vastgoedontwikkelaars? Die gingen huizen al verkopen voordat ze überhaupt waren gebouwd. Dus wat zij deden was een project beginnen. Mensen gingen al twee jaar van tevoren die hypotheek nemen, al twee jaar van tevoren betalen. En die vastgoedontwikkelaars dachten: oké, okay, leuk, we hebben nu die gelden, maar we willen eigenlijk door. We willen eigenlijk meer, want er is nog steeds heel veel vraag. Die prijzen die gingen door het dak daar in China. Dus wat deden zij? Zij gingen nog meer leningen aan de bank vragen op een half afgebouwd pand. En vervolgens. Gingen zij door naar het volgende pand. En die gingen ze weer financieren met het geld wat ze kregen van nieuwe mensen. En op dat halve pand gingen ze weer. Een, het was een soort piramidespel. En dan krijg je dus dat die grote vastgoedontwikkelaars schulden hebben bij grote banken. Maar dat gewone mensen, burgers, ook schulden hebben bij banken. En op een gegeven moment zeiden die burgers vorige week, dus al een periode daarvoor, wij betalen niet meer. Wij betalen niet meer. Want we weten niet zeker of dat. Pand wel afkomt en door he, de lockdown heeft dat ervoor gezorgd dat het heel erg lang duurde. De producten, de grondstoffen werden duurder om de huizen te bouwen. Dus eigenlijk hebben ze huizen verkocht voor prijzen die eigenlijk niet konden. En dat begint nu op zijn eind te lopen. Er zijn een aantal due dates van deze leningen waarop dus een deel aflossing moet betaald worden of een deel rente. En er zijn een aantal partijen die dit niet kunnen. Dus alle ogen zijn gericht op die vastgoedontwikkelaars en nu is de vraag gaat Chinese overheid de boel redden of gaan ze de boel laten vallen? En het interessante in deze is dat dit heel erg lang nog door kan spelen. Het zou nog tot 2023 of 2024 kunnen doorlopen. Achteraf uh, hebben we bijvoorbeeld het uh, i7, DNB debacle gehad, uh, uh, dsb moet ik zeggen in Nederland. En achteraf is er wel eens gesteld, wij zouden nu nooit meer een bank om laten vallen. Zowel uh, het team in Amerika tijdens de kredietcrisis van 2008 precies hetzelfde. Wij zouden nu nooit meer een bank om laten vallen. En de verwachting is dus ook dat China dat ook niet zal doen. Die zal dus niet de banken, maar ook niet de grote bedrijven laten omvallen. Dus er is hier wel echt flink wat aan het borrelen. Maar het is nog zover dat we denken: oké. Okay. Wat wel belangrijk is in deze, is dat de hoeveelheid transacties omtrent huizen. Heel erg zijn afgenomen. 25% minder, procent minder verkopen en dat de huizenprijzen fors dalen. Er wordt verwacht dat de huisprijzen 30% procent kunnen dalen. En dat is meer dan de 20% procent in 2008. Dus we houden dat in ons achterhoofd en dit kan ook zijn invloed hebben op de rest van de wereld. Omdat dat allemaal met elkaar verweven is. In Nederland houden we het even klein. We kijken even naar vertragingen in de bouw door de starre overheid. Opnieuw, 15 augustus. Werd dit besproken door de trage besluitvorming van de overheid over prijsrisico's, door inflatie. En de stijgende grondstofprijzen lopen bouwprojecten nog meer vertraging op. En het vervelende in deze is dus het beleid van de heer De Jonge, wat we al eerder besproken hebben. Dit is niet the way to go ook zien we dat de hypotheekrente de weg omlaag gevonden zou hebben. Althans, dat werd gesteld. Maar geldverstrekkers zijn een stuk langzamer met het verlagen van die tarieven... dan dat zij waren met het verhogen van deze tarieven. Sinds juni is de rente op de kapitaalmarkt uh, weer een beetje aan het dalen... omdat er onder beleggers behoorlijke angst is voor een recessie. Maar waar de hypotheekrentes de afgelopen maanden een vlot... De marktrente volgde. Gaat die daling nu veel minder snel? En het interessante in deze is dat we die daling ook niet meer heel erg goed terugzien. We zien juist weer een forse stijging. En dat heeft natuurlijk alles te maken met een mogelijke kans op hogere blijvende inflatie. Dus waar we nou 5 augustus nog op 1,2% zaten, zitten we nu bijna op 1,4%, dus 0,2%. In uh, nou, dat was 18 augustus. Dus in een periode van uh, nog geen twee weken. 0,2% erbij. Dus die kapitaalmarktrente begint weer wat op te lopen. En ook het aantal alleenstaanden met een modaal inkomen die schijnt nog maar 1 op de 100 huizen te kunnen kopen. Alleenstaanden met een modaal inkomen van 38.000 euro. Die hebben het. Momenteel heel erg lastig. Je kan hier een hypotheek van 171.000 euro van krijgen met een hypotheekrente van 3,6%. En dat maakt het aantal woningen wat dus beschikbaar is in die prijsrange heel erg semier En het aantal mensen wat hier voor in aanmerking komt, wordt natuurlijk steeds groter. Dus de druk op de huizenmarkt, in de negatieve zin, ook op de huizenprijzen, die neemt steeds meer toe. We houden dit de komende periode in de gaten. Nog even terug hè, naar het China-verhaal. Het ticking time bomb. China's real estate bust deepens as housing prices fall for the 11th straight month. We zien dus wel in China al een forse huizenprijsdaling. En dit kan, hoe gek het ook klinkt, een effect hebben op de Nederlandse huizenmarkt. Maar voorlopig zien we dat nog niet terug. We gaan eventjes naar de crypto-markt, want daar gebeurde afgelopen week veel. We zagen een daling, we zagen een stijging en ik heb natuurlijk bij Bitmar Money mijn beleggingsportefeuille, waarmee ik iedere maand 100 euro aan Bitcoin koop. Ik pak de app er ondertussen gelijk eventjes bij en dan kun je met me meekijken. We zien hier mijn huidige portefeuille en daar staat 1.800 euro op. Ik heb in totaal, en dan kijk ik even naar mijn sheet, nu 23 keer Bitcoin gekocht. 23 maanden lang dus. Bijna precies twee jaar. En het interessante in deze is dat we dus wel een beetje gedaald zijn. Ik ga heel even de prijs bekijken. De huidige prijs is 21.190 euro. Ik heb Bitcoin gekocht op een koers van. 51.000 euro, maar ook op een koers van 9.000 euro. Ik heb dus de hele omwaartse trend die we doorgemaakt hebben vanaf september 2020 ben ik blijven kopen. En eigenlijk wil je natuurlijk het omgekeerde doen met je dollar cost average portefeuille. En dat is iets wat we nu aan het doen zijn. De markt gaat omlaag en wij kopen rustig bij. Iedere keer denk ik weer: "Yes, ik kan weer meer Bitcoin kopen." Ondanks dat de waarde van mijn totale portefeuille iets gedaald is, hebben we dus een heel mooi gemiddelde. En hoe meer ik nu bij kan kopen tijdens het dieptepunt, hoe groter deel van mijn portefeuille die nieuwe bitcoins uitmaken. En hoe lager mijn gemiddelde wordt. En dat is dus wel erg prettig. We zien nu dat ik op een huidige daling. Iets meer dan 500, 600 euro zit op en nabij En hier zien we de huidige koers. En dan kijk je even naar deze portefeuille. En dan zie je dus dat die wel uh, wat onder de lijn zit. Maar eigenlijk vanaf oktober 2020 niet onder de lijn geweest is. Zelfs niet toen we hier daling zagen. Dus terwijl ik op 51.000 euro bitcoin gekocht heb. En we hangen nu. Zwaar daaronder op 21.000 euro, 30.000 euro minder, dus meer dan de helft eraf. Heb ik nog steeds een hele goede portefeuille als ik er vanuit beleggingsperspectief naar kijk. Hè? Dus dit is zeer interessant. En nu is de komende periode van belang dat ik gewoon door blijf gaan. En op basis daarvan kan ik straks, wanneer die trend weer opwaarts is, die trend meepakken. Wat trouwens ook belangrijk is eh, om te weten, ik heb. Voor mijn bedrijf, Bitcoin op mijn balans staan. En steeds meer ondernemers, directeur, groot aandeelhouders, kiezen ervoor om een deel van het vermogen wat ze over hebben, in bijvoorbeeld hun BV of in een holding, om dat om te zetten naar Bitcoin. Dus dat is heel erg interessant. Dan hebben ze dus assets op hun balans. Dat klinkt heel moeilijk, maar dat is helemaal niet moeilijk. Dat kan overigens ook gewoon via deze app. Ik kreeg daar laatst vragen over. En je kan ook persoonlijke begeleiding krijgen dus op het moment dat je deze strategie wil toepassen maar met meer dan 100 euro, met misschien 1000 euro of misschien zelfs met 100.000 euro, dan kan dat en dan kun je daar ook begeleiding bij krijgen van dit money dus. En wat tof is is dat je natuurlijk ook mee kan doen met deze dollar cost average portfolio. Dat kan over vanaf 5 euro per maand. Het gaat automatisch, dus het wordt automatisch van mijn rekening afgeschreven. Ik hoef er niks voor te doen. Ik kan het in de gaten houden. Ik kan er de komende 5 jaar niet naar kijken en het loopt gewoon door. Mits er nog geld op mijn rekening staat, natuurlijk. Dat is wel belang, van belang, hè, de euro-rekening. Maar in deze ben ik zeer positief gestemd. En ik moet zeggen dat dit beter voelt dan in de periode dat de koers zo hard omhoog ging. En ik moest blijven kopen. Nu mag ik blijven kopen. En daar uh, krijg ik meer Bitcoin voor terug. Dus dat voelt heel erg goed. Vind je het tof? Check even eens de link hieronder. Dan kun je ook meedoen met de Dollar Cost Average Challenge. Of hierboven in het video. Ietje. Ja, en voordat we naar de grafiek gaan, nog eerst even je aandacht voor het volgende. Want. Zoals je waarschijnlijk wel weet kun je dit jaar gebruik maken van het stapbudget van de overheid. En op basis daarvan kun je je arbeidsmarktpositie verbeteren. En het is natuurlijk ontzettend van belang om je arbeidsmarktpositie te verbeteren als het gaat over financiële kennis en de toekomst van ons geld. Want we bespreken hier hele moeilijke en complexe dingen. Ik heb les gegeven op de Hogeschool van Amsterdam en het vak wat ik gaf heb ik zo in een digitaal jasje gestopt dat het voor jou begrijpbaar is. Het het vak technische analyse. En daarnaast heb ik er ook een stukje over Bitcoin, cryptocurrencies, de toekomst van ons geld aan toegevoegd. En dat is natuurlijk uiterst interessant. En kan je nu afnemen middels het budget. Dat is dus het stapbudget van de overheid. En als je daar interesse in hebt, dan kan je naar mijn website gaan en dan klik je op stapbudget. En dan kun je daar meer informatie vinden over hoe dit precies werkt. Je krijgt erbij ook toegang tot. De Moytalks Community voor ondersteuning, zie het als een digitaal klaslokaal. En uh, mocht je daar interesse in hebben, druk dan op het i'tje. De link hieronder of ga even naar mijn website matlonvols.nl en dan vind je het daarboven. We gaan nu snel naar de grafiek. Want zoals je waarschijnlijk wel weet, is de koers van Bitcoin uitgebroken. En ik zei het ook al eerder in de community. Ik zal daar heel even. Toe gaan, open ik hem ondertussen eventjes voor je en dan kun je zien dat die opwaartse trend dat die uiteindelijk steeds strakker ging. Ik liet hem vorige week ook al zien, vorige week zondag was dat en toen zei ik al, we kunnen um, vorige week maandag was dat zelfs, we kunnen hem al een beetje in een driehoek zien lopen, maar toen was het nog niet helemaal duidelijk hoe die driehoek er precies uit kwam te zien. Ik heb hem hier staan. Uh, dit was afgelopen maandag. Zien hier die driehoek, en wat ik toen al aangaf, de opwaartse trend lijkt om te slaan in een rising wedge. Het volume loopt af, maar de RSI maakt geen lage toppen mogelijk. Komt er een short-positie aan? Ik dacht de kans groter op een neerwaartse uitbraak dan op een opwaartse uitbraak. En de neerwaartse uitbreken dan zouden we stoppen rond de 21,5. En dan zie je hier de markt ging uh, fors omlaag, en waar hebben we die? Nou, we hangen nu op. Uh... 21,3 ze dus zijn uh, iets verder gezakt, en vervolgens hebben we nu hier rond dit niveau steun, hebben we dus een mooie nieuwe steun gevonden. En nu is het rustig aan afwachten op een nieuwe formatie. Wat voor, voor formatie hier gevormd zal worden. Doorgaans is een rising wedge wel een teken dat de markt een verder omlaag zal treden. Maar we wachten rustig af wat voor formatie we hier gaan zien. En de komende periode wordt dus uiterst spannend als we het hebben over de macro-economische factoren. Als we het hebben over de besluiten vanuit de Federal Reserve. Als we kijken naar de koopkracht die verwatert en het kabinet die vindt dat dit aangepakt moet worden. Waarin we wel hopen dat het op de goede manier aangepakt moet worden. Ik hou je natuurlijk op de hoogte van het laatste nieuws. Dat doe ik op Instagram. Je hebt het misschien wel voorbij zien komen dat ik afgelopen week jaren was. en dat we het water opgingen. en toevallig de boot van de twee naar rijkste man van Mexico tegenkwamen. Dat was natuurlijk wel heel erg bijzonder. Want deze man heeft toevallig 40% van zijn vermogen in Bitcoin zitten. Mocht je daar benieuwd naar zijn, check dan even mijn Instagram. Ik zie je graag daar of op Twitter. Daar hou ik je ook op de hoogte. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Laat me weten wat je van deze video vindt. Hè? Want ik lees afgelopen periode mee. Ik zorg dat ik de feedback oppak. En zo goed mogelijk verhaal voor je neer kan zetten. Iedere week opnieuw. Ik geniet er enorm van. Ik merk dat er ontzettend veel mensen zijn die hiervan genieten. En ik hoop dat we dit nog heel erg lang vol kunnen houden. Ik heb trouwens iets leuks voor je klaarstaan. Voor over een uh, nou, week of vier, denk ik, komen naar wij. En dan uh, hoor je daar meer over. Het gaat heel erg tof worden. Maar kan er nog niet te veel over verklappen. Voor nu wens ik je een hele fijne week. Hartstikke bedankt voor het kijken. Veel liefs. En tot de volgende Madelonpraat. Dag. Vergeet niet te stemmen, trouwens. Niet vergeten te stemmen. Heb je nog niet gestemd? Doe dat dan. Televizier.nl Tot dan. Dag.